Vlogmas Day 22, guys. Vandaag ga ik weer vloggen. En ik besef me dat ik de vlog van gisteren niet heb afgesloten. Ik sta dus nu in Pijnakker. En ik heb bij mijn nichtje en mijn tante en mijn oom geslapen vandaag. Omdat het misschien iets beter uitkwam met reizen en zo. Het was ook gezellig. Dus ik ben nu onderweg naar mijn stage. En jullie denken, heb je geen kerstvakantie? Ja, die heb ik wel. Maar om de uren in te halen, zeg maar. Die ik heb gemist. Dus dat ga ik nu doen. Ik loop nu bij de Randstad. En ik luister ondertussen muziek. Ik heb een wandeling gemaakt van ongeveer een kwartier. Dus ik dacht, ja, ik begin nu pas de vlog. Dus dat. En ik ga zo er vandoor. En vanavond gaan we misschien naar Scheveningen. Moeten we even gaan kijken. En ik moet vanavond ook even alle vlogs die ik afgelopen tijd heb gemist online knallen. Want ik heb er ongeveer 4. Maar omdat mijn YouTube niet meewerkt, omdat hij echt duizenden minuten erover doet om het up te loaden. Nou, dacht ik, doe het allemaal in één dag. Dus misschien heb ik het wel mis met de datum. En is het vlog 21, of misschien 22. Dus mijn Randstad komt over 2 minuten. Die ga ik nemen. En dan zie ik jullie zo weer. Thuis kwam, echt lekker in slaap ben gevallen. Het is nu 10:30. Ik ga nu alle beelden van de afgelopen dagen importeren. Dan ga ik ze editen. Ik ga zo meteen dan editen. En dan ga ik ze ook gelijk uploaden. Want dan heb ik voor 4 dagen, of nee, voor 4, heb ik geloof ik gewoon weer helemaal vooruit. Woensdag komt er dan een vlog en een Q&A online. En dat wordt leuk. Dus dat ga ik doen. Hier is ongeveer de computer. En mijn batterij is ook bijna leeg. Dus die moet ik ook opladen. Dus ik ga nu alle beelden importeren op mijn computer. En ik ga de Q&A uploaden. Dat ga ik doen. Ja. Dus ik zie jullie zo weer.